Het is altijd weer de vraag wie uit de bus stappen voor de ex-internationals, voor de nieuwjaarswedstrijd tegen Koninklijke HFC. Ik speel niet vandaag, dus. Je speelt niet? Nee. Oh. Ik ben alleen een supporter vandaag. Oké, okay. Ik dacht dat je ook je kiksen zou aantrekken. Nee. Ik heb een nieuwe knie. En dat is iets wat, waar je dus heel voorzichtig mee moet zijn. Ik zoek een keeper nog, want ik zie Edwin van der Zij is er niet. Ja, wij zoeken ook nog steeds een keeper. Ronald de Boer die heeft zich al aangemeld om te keepen. Maar volgens mij heeft de Koninklijke HFC iets kunnen regelen. Oké. Okay. Ja, van der Zij is er niet. Nee. Die hebben wat probleempjes volgens mij, denk ik. Ja. Anders had hij er wel geweest. Hoeveel interlands heb je bij de A-selectie gespeeld en hoeveel met de ex-internationals? Nou goed, officieel 1 interland gespeeld in 2006. En met de ex-internationals, dit wordt de 3e keer. Dus ja, ik wil altijd een heel leuk weerzien met alle andere ex-voetballers, ex-internationals. Dat is hartstikke leuk. Ook een beetje een kleine reunie met Danny Koevermans, Tim de Kleer en Barry Opdam. Ja, AZ Boys. Ja, dat is helemaal mooi. Dus ja, dan krijg je ook gelijk weer oude verhalen, zeg maar, ter sprake. Jullie zien elkaar niet zo vaak meer? Ja, niet zo vaak meer. Nee, natuurlijk niet. Iedereen heeft zijn eigen dingetje. Iedereen doet zijn eigen werk. En nee, ja goed. Maar dit zijn dan weer de extraatjes. Het probleem met de keeper wordt bij de kleedkamer opgelost. We krijgen de keeper van Koninklijke HFC. Kennen zich bewijzen. Ik hoorde Gerard van Rossum. Dat is een goeie hoor. Is een goeie? Ja. Ja, dat is prima. En 37, 38. Dus hij heeft ervaring. In leeftijd. Ja, prima. Zo, goedemiddag dames en heren, jongens en meisjes. Het is zaterdag 6 januari en we maken ons hier aan de Spanjaardslaan op voor het IAC. 40 jaar is Gerard van Rossum en hij heeft 0 interlands achter zijn naam staan en heeft de taak om Edwin van der Sar 130 interlands te vervangen. Frank de Boer en Gert-Jan Tameres, dat zijn de aanvoerders. HFC speelt met rouwbanden, omdat de vader van Tameres is overleden. Slorry gaat simpel langs zijn directe tegenstander Rob Verstraten en biedt Van Hooijdonk een goede kopkans. Pierre Van Hooijdonk, vaste klant aan de Spanjaardslaan bij de nieuwjaarswedstrijd, net als de broers Frank en Ronald de Boer. In de 12e minuut opnieuw Andwele Slorry gaat voorbij Verstraten alsof hij er niet staat en schiet de bal in de korte hoek. Doelman Tom Boks is geklopt, het is 0-1. De Legends bieden uiteraard wel tegenstand aan de ex-internationals. Ploeg samengesteld door Gerrit Pijs uit spelers van de zaterdag 1 en zondag 2 hoofdzakelijk. Breekt hier uit en krijgt een kans via Franklin Lewis die besluit te schieten. En de lat voorkomt de gelijkmaker. Ronald de Boer. Kijk, voor dit soort trucjes komen de toeschouwers naar de Spanjaardslaan. En de Boer weet dat. Aanval levert verder niets op. Maar de toeschouwers vinden dat leuk. Dan de specialiteit van Pierre Van Hooijdonk. Maar het vizier nog niet op scherp staan. Geen problemen voor doelman Boks. Mooie aanval dan. Daar is die Franklin Lewis weer. En die gaat iedereen en alles van ex-Oranje voorbij. En dan moet hij natuurlijk afdrukken. Maar oog in oog met Van Rossum zoekt hij het doel veel en veel te hoog. Dit was een dot van een kans zeg. Ronald de Boer. Klein half uur gespeeld. Vindt Koevermans, ex-AZ. Dan naar Slorry. Ooit begonnen bij Telstar. En een heel bekeken balletje van Andwele Slorry. Betekent na een klein half uur spelen de 0-2. 0-2 is ook de ruststand. We zien daar Benjamin van den Broek, kerstverse HFC-speler, wandelen. Hij kwam van Telstar. In de tweede helft wordt er een nieuwe elftalfoto gemaakt, omdat er wat wissels zijn. Bijvoorbeeld Martijn Meerdink gaat spelen. En ook Romano Denneboom. En die wordt hier gevloerd door keeper Jaap Smeelink, die in de ploeg is gekomen bij HFC. En Bosse legt de bal terecht op de stip. Dat is een kolfje naar de hand van Van Hooijdonk. Vorig jaar miste hij, maar gleed hij uit. En dit keer schiet hij snoeihard de bal buiten het bereik van de doelman in de hoek. En zo gaat het hard met de score. Het is 0-3. En Smeelink verexcuseert zich. Zwart ziet dat het allemaal goed gaat met zijn ploeg. Wil elke wedstrijd winnen, dus ook deze. Aanvoerder Frank de Boer. Kan de bal aan Meerdink spelen? Doet hij niet. En dan levert hij hem heel slordig in bij de Kwant. De Kwant oog in oog met Van Rossum. Kapbeweging is uitstekend en dan koeltjes afgerond. En Lute Kwant brengt de spanning enigszins terug in de wedstrijd 1-3. Speler van de zondag 2. Goed gedaan.
Slorry weggestuurd over de vleugel. Die gaat daar het 16 meter gebied binnen en botst dan heel hard met Smelik, de keeper van Koninklijke HFC, zondag 6. En dat heeft vervelende gevolgen voor de maker van de 0-1 en de 0-2. Hij kan de wedstrijd niet vervolgen. Kort na zijn uitvallen dan een tweede penalty voor Ex-Oranje. Hens gemaakt op het schot van Barry Obdam. En de dader is Daan Lubbers. En dit keer laat Van Hooijdonk het aan Martijn Meerdink om te scoren. En die doet dat heel goed. 1-4. Meerdink 1 interland gespeeld in 2006 tegen Ecuador als vervanger van Arjen Robben. Maar dan Koninklijke HC, de Legends, met een geweldige uitbraak. De bal is eigenlijk in twee pases aan de andere kant bij Wadi Douamur. Die gaat naar binnen, de bal komt wat fortuinlijk bij Tamere. Schot wordt gekeerd, maar daar is hij weer, Loet de Kwant. Hij maakt zijn tweede van de middag. En zo is het 2-4. En die Douamur blijkt een lastig baasje. Vindt weer Tamere. Hey, daar is Franklin Lewis weer, maar weer Van Rossum met de redding. En lijkt deze middag weinig onder te doen voor Van der Sar. Denneboom. De bal goed neer. Bij Frank de Boek, kijk eens. Wat Ronald kan Frank ook, dacht hij in de tweede helft. Aanval loopt door via Reuser met de voorzet. Koffermans en Van Hooijdonk verzuimen dan een treffer te maken om de 2-5 te scoren. Weer Reuser in balbezit in de slotfase van de wedstrijd. Mooie paas richting Van Hooijdonk. Geen hens vindt Bossen. Bal doorgespeeld naar Koevermans. En dan is daar alsnog zijn doelpuntje. En hij bepaalt in de laatste minuut de eindstand tussen de Koninklijke HFC Legends en ex-internationals op 2-5. Mooie overwinning, veel goals. Maar onze keeper vandaag, de stand-in, die heeft wel een paar wonderreddingen verricht. Dus, maar al met al een leuke wedstrijd zo, toch? Ik kreeg vanmorgen een belletje dat Van der Sar had afgebeld. Blessure, geloof ik. En of ik mee wilde doen. Ja, nou, daar is niet lang over na te denken natuurlijk. Dat is toch hartstikke gaaf met die gasten allemaal. Dus die gasten kwamen hier aan. Kleedkamer aanschuiven en de rest gaat vanzelf. Dan mag je één in het land op zijn naam schrijven. Op dit ja, moment. Een haasje wordt dat dan nu? Ja, een haasje moet een zingen ook. Ja, dat hoort erbij? Ja, dat hoort erbij. Ja. Ja, en shirt mag je houden, neem ik aan? Oh, nou, ik heb alles netjes ingeleverd. Echt waar? Ja, tuurlijk.